In deze aflevering van Zomervisite praat ik met Hans Spies. Hans, zou je kunnen zeggen, is een lopend bewijs van iemand die zijn hele leven al muziek maakt. Heel bekend is met het, met name met Vanguard Combo. Daar heeft hij 46 jaar volgens mij in gespeeld. Dus ik zie uit naar dit gesprek. Hans, welkom. De naam Hans Spies die is natuurlijk voor velen heel erg bekend met de muziekwinkel. Maar ik denk minstens zo bekend, misschien nog wel bekender met Vanguard. Misschien wel, ja. Want hoe lang heb je daarin gespeeld? 45 jaar ongeveer. 45. Wanneer ben je daarmee begonnen? In 1960. In 1960. Hoe ben je in de muziek verzeild geraakt? Want dat was niet je oorspronkelijke beroep, hè? Nee, ik was oorspronkelijk kapper. Kapper? Maar dat zag ik niet zo zitten om dat de rest van mijn leven te blijven doen. Dus ik ben toen met de muziekwinkel begonnen, maar daarvoor maakte ik al heel veel muziek. Op welke leeftijd ben je met muziek begonnen? Ik ben op mijn 9e begonnen met accordeon spelen, omdat mijn vader dat zo mooi vond. Ik vond een gitaar veel mooier, maar hij gaf me een accordeon voor mijn verjaardag. Je wilde eigenlijk gitaar spelen? Ik wilde gitaar spelen. Maar je wilde sowieso iets met muziek doen? Ik wilde wel iets in muziek gaan doen. Want accordeon heb je niet met tegenstand gedaan? Weerstand? Eigenlijk wel. Ik moest dus door mijn vader iedere dag wel gedwongen worden om te oefenen. Ik heb er altijd heel veel profijt van gehad, dus eigenlijk had hij het goed bekeken. Maar ik wilde eigenlijk gitaar spelen. En waar had je toen les? Want je had toch geen muziekschool? Dat was pas 1970. Nee, ik had toen les bij Van Meteren. Bekende accordeonleraar natuurlijk. Er waren er twee. Ja. Vlaanderen en Van Meteren. Bij Van Meteren. Je was toen 9. Je bent geboren in 1944. 1944. Je bent geboren tijdens de evacuatie. Ja. In Tiel opgegroeid. In Tiel opgegroeid, gelukkig. Ja. Beroepshalve ging je toen kappersvak in. Maar dat heb je niet heel lang gedaan. Nee, dat heb ik 18 jaar gedaan. 18 jaar gedaan. Dat was wel bijzonder. Jij ging muziek maken in een tijd. Natuurlijk had je amusementsmuziek. Je had ook in die tijd de opkomst een beetje van Dixieland en dat soort. Maar eigenlijk ben jij opgegroeid in een periode dat die hele periode van rock'n'roll en popmuziek ontdekt werd. Die begon toen, ja. De periode dat The Shadows, Cliff Richard. In die periode begon ik ook met muziek maken. En toen speelde je gitaar? Toen speelde ik al gitaar. Heb je daar gitaarles voor gehad? In eerste instantie heb ik het zelf geleerd. En meespelen met grammofoonplaatjes. En dat vond je vader toen wel goed? Dat begon hij zo langzamerhand wel goed te vinden. Ja. En daarna ben ik wel gitaarles gevolgd op de muziekschool toen die eenmaal in Tiel gevestigd was. Ja. En kon je ook toen al merken dat er een soort generatiekloof was? De muziek waar jij je mee bezig ging houden. Ja. Dat was niet de muziek van je ouders? Nee, nee. Mijn vader die vond bijvoorbeeld Three Jacksons heel mooi, accordeon trio. Die accordeons zijn dat, hè? En ik had het meer op de Beatles. Ja. Kan je nog herinneren je eerste bandje? Hoe is dat gegaan? Want dat was niet Vanguard, hè? Nee, het eerste bandje dat was de Hot Rollers met Hans en Henry Nagel, onder andere. Jan Hobé, die later scheidsrechter is geworden. Oh ja, ja. Die zat er bij als drummer. Ja, dat ja. was het eerste bandje. Ja. Maar ik heb begrepen dat naast accordeon spelen, je hebt accordeonles gehad, heb je ook dat nog in groepsverband gedaan, of niet? Ja, dat klopt. Ik heb jarenlang bij accordeonetten gezeten, accordeonvereniging Tiel. En die werd geleid door Van Meteren? Die werd geleid door Van Meteren. Kees, vader en zoon Cor Van Meteren. Ja, ja. En ik zag een van de plaatjes bij jou, dat je ook aan kunstfluiten deed. Ja, bij accordeonetten hadden ze twee keer per jaar een grote uitvoering. En op dat moment was kunstfluiten in Nederland heel erg populair. Ja. Jan Tromp was wereldberoemd in Nederland. Mm-hmm. En dat heb ik me toen ook maar aangeleerd. En op die uitvoeringen van die accordeonetten, daar stond ik te fluiten. Ja. En had je geen schroom? Want veel kinderen nee, of jongeren? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat ging nee. automatisch? Ja. Dus al op de toneel staan, dan was je al heel jong gewend eigenlijk? Ja. Je bent in die popmuziek verzeild geraakt. Nou is het zo dat in Nederland zou je kunnen zeggen dat popmuziek min of meer is begonnen. Ook met Indo-rock, hè, de Tielman Brothers. Ja. Zou je dat kunnen vergelijken dat in Tiel dan toch ook iets was van mensen met een Indonesische achtergrond of Molukse achtergrond die muziek maakten? Dat was in die tijd heel veel. Ik zat dus ook bij een bandje met allemaal Indische jongens. Ja. En ja, die jongens die waren muzikaler dan de meeste Tielenaren. Ja? Ja, die...
Er zit in de genen, zou je kunnen zeggen. Ja, het zit erin. Ja? Ja, er zat er wat meer in dan... Ja. En voelde jij daar meteen thuis? Want het is toch wel een verschillende cultuur ook. Ja, waarom niet? Er was geen... Nee, er was geen probleem. Nee, ja, goed. Lekker eten. Nederland, ja, dat is waar. Nederland was in de jaren 50 nog heel erg wit, zal ik maar zeggen. Maar dat was voor jou geen probleem? Nee, ik vond het wel leuk met die jongens. Ja. Hoe heette de eerste band waar je in speelde? Dat was de Hot Rollers. Ja. Daarna kwam natuurlijk bij de Hot Rollers wegging, kwam ik in een ander bandje ook. Eenzelfde stijl bandje. Sylvia en de Dynamites was dat. Ja. En daarna kwam eigenlijk de voorloper van Vanguard, de New Four, heten wij toen. Maar er was een andere band die ook die naam had, dus toen hebben we de naam veranderd in Vanguard. Ja. En de Hot Rollers, hè? Wat voor muziek maakte die? Echt die rock'n'roll muziek, van veel gitaarmuziek, nummers van de Tielman Brothers, allemaal dat soort werk. En wat voor installatie speelde je dan? Zelfgebouwde versterkertjes, gehuurde versterkertjes. Een Philips versterkertje voor de zang van 5 watt. Hij gaf meer licht dan geluid. Ja. Maar ja, iedereen vond het toen prima. Hans, in die eerste bandje speelde je gitaar. Toch heb je ook veel andere instrumenten je eigen gemaakt. Dat klopt. Hè? Ik speelde gitaar en daarbij deed ik ook nog wel wat op toetsen, omdat ik toch nog die accordeonlessen in mijn geheugen had zitten. Ja. En zo af en toe dan was er eens een keer een vreemd instrument nodig. Bijvoorbeeld een viool. Ja, mijn vader had een viool en daar kon ik dan die 2 nummers die we moesten spelen met de band, kon ik er wel op instuderen. En zo zijn er andere instrumenten bijgekomen. Op een gegeven moment trombone. Dat betekent dat je een aanleg moet hebben, want... Dan pakte hij een viool en dan wist je dat moet ik gaan gebruiken in 2 nummers. Ja. En dan probeerde je dat eigen te maken. Ja, dat is een kwestie van oefenen, een paar dagen oefenen en dan moet dat wel lukken. Ja, en blaasinstrumenten? Ik heb trombone gespeeld, saxofoon. Ja, het zijn allebei instrumenten die wel anders zijn dan een gitaar of een toetsinstrument. Maar als je eenmaal op één instrument kunt spelen, dan lijkt mij een ander instrument niet zo moeilijk te zijn. Daar denken muzikanten denk genuanceerd over. Want ik denk niet dat al jouw medemuzikanten ook de neiging hadden om multi-instrumentaal te worden, zou ik maar zeggen. Nou, de meesten die spelen toch wel meer. Bijvoorbeeld een saxofonist die ook klarinet en dwarsfluit speelde. Dat zijn toch allebei instrumenten. Dat zocht je ook muzikanten op een gegeven moment ook wel op, dat ze dat konden? Ja, dat is wel makkelijk natuurlijk. Ja, maar je bent echt begonnen met vooral Tielse jongens, hè? Ja, in het begin alle jongens kwamen uit Tiel. Ja. Maar je krijgt dus in de loop der jaren krijg je wisselingen en dan zo langzamerhand was ik de enige nog uit Tiel. Ja. En jij bent daar ook mee begonnen. De naam Vanguard, hoe is die ontstaan? Onze eerste naam was eigenlijk de New Four, maar het bleek dat er in Brabant al een New Four was, dus we moesten die naam veranderen. En op dat moment kwamen de eerste ruimtevaartraketjes die kwamen naar boven en dat was onder andere een Vanguard raket. Ja, en dat... Die naam hebben wij toen ook maar gepakt. Is dat een naam die van jou afkomstig is? Weet je nog hoe dat is gegaan? Of... Nou, dat was gezamenlijk... Dat is gewoon gezamenlijk ja, een product geweest. Ja, zoek maar een leuke naam op. Ja. Je bent later ook steeds meer in een heel breed amusement terechtgekomen, hè? En jullie speelden ook eigenlijk, ja, waaruit werd gegaan, daar stonden jullie. Ja, we hebben eigenlijk alle soorten werk gedaan. Dancings, modeshows, diners. We hebben ook heel veel op een gegeven moment artiestenbegeleiding gedaan. En ja, dan wordt het programma vanzelf heel erg breed natuurlijk. Wat waren nou in Tiel de uitgaansgelegenheden waar jullie speelden in, ik noem maar wat, in de jaren 60, jaren 70? Je had in Tiel bijvoorbeeld dansschool Bemer, waar dus regelmatig dansavonden werden gehouden. Je had het NKV-gebouw, later werd dat het Grachtenhuis. Ja. Je had de Gustaaf Adolf. Dat was de Flamingo Bar. De beurs. Er was vroeger in Tiel veel meer gelegenheid tot uitgaan dan tegenwoordig. Ja, en jullie hebben ook nog vrij lang, zelfs wekelijks, gespeeld in Recreana en Ochten. Ja, daar hebben we ruim anderhalf jaar iedere zaterdagavond. Hoe is dat gegaan? Hoe zijn jullie daar een soort vaste band geworden dan? Wij hadden ooit eens een keer voor de tennisvereniging in Ochten gespeeld. En de eigenaar van Recreana, die had ons daar gezien en die vroeg of we een keertje konden spelen. En na 2 keer spelen te vroeg hij of we niet iedere zaterdagavond konden spelen. En betekent dat je dan kan je moeilijk anderhalf jaar iedere zaterdag precies hetzelfde doen?
Nee, we moesten zorgen dat we iedere week een paar nieuwe nummers erbij hadden. En een paar gekke dingen. En showtjes. Dat deden jullie ook? Dat deden we ook, ja. Gewoon als entertainment, ja, zeg maar. Ja, als entertainment. Om toch, want je moest iedere keer wat anders hebben, omdat er ook altijd hetzelfde publiek kwam. Ja. Nu hebben jullie met Fanglet natuurlijk heel veel zelf gedaan. Maar je hebt ook gedurende een lange periode heb je ook tal van Nederlandse artiesten begeleid. Ja, alles wat in de jaren 80 in Nederland bekend was, daar hebben we wel mee gewerkt. Ja, want ik zag namen passeren, Anneke Grunlo, Ronnie Tober, Lee Towers, ja, Bonnie Sinclair, Saskia Asiasje, Ben Kramer. De Spelbrekers, de Cocktail Trio, Johnny Jordaan. Wat vond je nou waar je goed mee kon werken? Als je dat vergelijkt, die artiesten. Mag ik dat vragen? Dat mag. Waar goed mee te werken was, was bijvoorbeeld Imca Marina, Lee Towers. Inderdaad, Anneke Grunlo en Ronnie Tober ook goed mee te werken. Dat zijn artiesten die al heel lang meedraaiden. En daar kon je prima mee werken. De eendagsvlieger die net één hitje hadden gehad, dat was meestal wat moeilijker. Dat was moeilijker, ja. Jij schreef ook arrangementen voor die mensen. Ja, ik heb heel veel arrangementen geschreven. Onder andere voor Helen Shepard, Anneke Grunlo. Adriaan Wolff, een Duitse zanger, die heb ik ook nog wat arrangementen voor geschreven. En hoe is dat gegaan? Hoe ben jij tot arrangementen schrijven voor Anneke Grunlo? Want laat ik mee beginnen, hoe zijn jullie in contact gekomen met die keur van Nederlandse artiesten? Is dat vanuit een bepaald bureau gegaan? Wij moesten voor een voetbalvereniging ergens op de Veluwe spelen. En daar kwam heel toevallig Ronnie Tober. En die vroeg of wij hem konden begeleiden. Nou, dat konden we. En de volgende dag hing de manager van Ronnie Tober aan de telefoon of wij niet vaker konden begeleiden. En zo zijn we dus eigenlijk via Ronnie Tober in contact gekomen met allerlei andere Nederlandse artiesten. En die artiesten hadden zelf geen begeleidingsband? De meeste hadden geen vaste begeleidingsband. De meeste hadden een optreden ergens en dan werkten ze gewoon met de band die daar speelde. Ja. En ja, op die manier hebben we dus heel veel artiesten begeleid. En wat betekende dat in qua tijdsbeslag? Was je dan echt ieder weekend op pad of ook nog door de week? We hebben een periode gehad dat we dus een keer of drie per week weg waren. En dan hadden we dus echt wel druk. En door het hele land? Door het hele land heen. Ja, maar dan moest je soms je winkel op slot gooien. Hoe ging dat dan toen je winkel nee, had? Ik kwam soms morgens om 5 uur thuis. En dan ging om 9 uur de winkel weer open. Ja, dus dat bracht je gewoon op, zou ik maar zeggen. Ja. Bij de opening van jouw winkel in 1978 hebben Anneke Grunlo en Ronnie Tober, die hebben het eigenlijk muzikaal geopend. Ja, die hebben hem geopend. Ik werkte toen heel veel met ze en hun boden toen zelf aan van als jij je winkel gaat openen, dan komen wij bij jou langs. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Ja, dus dat was wel bijzonder eigenlijk. Dat was leuk. Ja. Nou ben jij doorgegaan tot diep in 2000, hè? Je zei 2006. Kan je nou zeggen dat er veel is veranderd in de loop van de jaren? Heel veel. Vroeger bandjes die konden werken met een 100 watt versterkertje. En dat ging prima. En ja. Tegenwoordig moeten de bands duizenden watts hebben. Want anders is het niet goed. Ook de eisen die aan de muzikanten gesteld worden zijn veel groter. Vroeger kon iemand die drie akkoorden op een gitaar kon spelen. Ja. Het was een geweldige gitarist. Ja. Nou, dat is tegenwoordig niet meer. Er zijn zoveel betere muzikanten gekomen dan vroeger. En heb je ook een verandering zien in dat uitgaansklimaat? Want je hebt natuurlijk heel lang ook daar van je hobby ook je werk kunnen maken. Toch is er in dat uitgaansklimaat en ook neem ik aan met bruiloften wel het een en ander veranderd of niet? Het uitgaansklimaat is eigenlijk gewijzigd. Het begint later, het gaat langer door. Ja. En vroeger was het dat mensen gingen naar een dancing toe en er zat een band te spelen. Ja. En tegenwoordig staat er iemand achter een draaitafel. Ja, ja. Want je maakt nog steeds muziek, hè? Ik maak nog steeds muziek. Ja, je bent gestopt met die winkel. Ja, ik begon zo langzamerhand de leeftijd te krijgen dat ik wat rustiger aan wilde gaan doen. En ik kon de winkel op dat moment verkopen. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar ik maak nog steeds muziek, want ja, het is niet meer zoveel als vroeger. Ja. Maar een paar keer per maand muziek maken is toch hartstikke leuk. Eigenlijk heb je altijd heel breed muziek gemaakt. Hè? Want in het amusement wat jij hebt gedaan,
daar werd van je verwacht dat je smartlappen kon spelen. Maar er kwamen ook mensen met een verzoek om rock'n'roll te spelen of de Beatles enzovoort. Ja, we hebben allerlei soorten gespeeld, van inderdaad van smartlappen tot jazznummers, rock'n'roll, alles, disco. Had je zelf een voorkeur, of maar vond je dat niet zo interessant? Nee, ik heb geen voorkeur voor een bepaalde soort muziek, maar het moet wel een beetje lekker in mijn gehoor liggen. Ja, ja. Dus de tegenwoordige muziek waar dus heel veel ritme en eigenlijk weinig harmonie en weinig melodie in zit, die vind ik niet zo leuk. Nee, nee. In het begin dus heel veel met Tielse jongens, later ook wat meer op afstand. Zou je kunnen zeggen dat je in de beginperiode ook heel veel in deze regio hebt gespeeld vooral? In de beginperiode wel. Later zijn we in heel Nederland door reist om te spelen. En dat maakt niet uit welk publiek je hebt, of je nou in Groningen zit, Zeeland of in België, zijn er verschillen? In België wel. Daar verwachten ze van een band dat ze eigenlijk non-stop doorspelen. In Nederland is er eigenlijk weinig verschil. Ja, in Brabant is de muziekkeuze toch iets anders dan in het noorden, maar ze reageren overal hetzelfde. Ja. Litouwers hebben jullie begeleid, zou je kunnen zeggen, min of meer in de beginperiode. Dat is natuurlijk een hele grote geworden. Hè? Dat is een hele grote geworden. Ahoy en weet ik veel wat. Ja. En die hebben we begeleid toen die ook eigenlijk net pas een beetje een naam begon te krijgen in Nederland. Had je toen enig vermoeden dat zo'n bekende artiest zou worden? Of nou, hij had wel een lekkere stem en een goede uitstraling. Ja? Ja. Waar zat die uitstraling in voor je? Ja, zijn manier van optreden. Dat, ja. Maar er was heel goed mee te werken, zei je al eerder. Ja, hè? Het is een hele sympathieke man om mee te werken. Want er is ook een voorbeeld dat waar andere artiesten een band de schuld geeft, gaf hij op een gegeven moment zichzelf de schuld. Dat is wel aardig om dat toch even te vertellen. Hij had een nieuw nummer wat wij nog nooit gehoord hadden. We kregen de muziek voor onze neus en hij zou wel aftellen. Alleen telde hij veel te langzaam af, dus het nummer duurde veel te lang. Welk nummer was dat? Dat was toen net een nieuw nummer van een Frankie. Ja. Toen het nummer eindelijk uit was, toen heeft hij gewoon tegen het publiek in de zaal gezegd dat hij verkeerd afgeteld had, dus het niet aan ons lag. Hij zei, dan doen we het nu nog een keer over, maar dan in het goede tempo. Ja. Kijk, dat is iemand die niet de band de schuld geeft, maar die zelf voor zijn fouten op uit durft te komen. Dat tekent dus toch eigenlijk zo'n artiest? Ja. Ja. Andere artiesten, daarvan kan je zeggen, die hebben niet dat niveau bereikt. Diverse toch nog wel. Kijk, ja. Wij hebben ook met René Vroeger gespeeld. Okay. Toen die, hoe oud zou die toen geweest zijn? Een jaar of 14, 15. Dat is ook in de beginperiode? Ja. En dat is toch ook een groot artiest. Dat is eigenlijk groter geworden, ja. Ben Kramer. Ben Kramer, die later ook in musicals heeft gezongen. Daar hebben we ook mee gewerkt. Eigenlijk, je kunt zo gek niet bedenken. Ja. Dat betekent, jullie stonden in de tijd ook in allerlei bladen, hè? Je had toen die Story en Privé, die heb je nu nog, geloof ik. Maar daar stonden jullie ook in. Inderdaad, ik heb in de Story gestaan. Het was heel leuk, want ik werkte toen nog als kapper bij mijn ouders in de zaak. En dan zat ik een klant in de haren. En dan zat ze met de Story zo voor de neus te kijken. En dan zat ze in de spiegel van, is die het nou of is die het nou niet? Ja. Dat was af en toe wel leuk. Ja, dat is zeker leuk. Met de winkel ben je gestopt. Die winkel had natuurlijk wel een belangrijke plaats in de Tielse muziek. Want eigenlijk was het de enige muziekwinkel die we in Tiel hadden. Ja, dat klopt. En ik snap niet dat er eigenlijk geen opvolger is gekomen. Mm-hmm. Hoewel het natuurlijk tegenwoordig wel wat moeilijker is dan een aantal jaren geleden. Ja. Maar er is altijd behoefte natuurlijk aan muziekinstrumenten, onderdelen voor muziekinstrumenten, bladmuziek. Ja. En dat is nu, vooral bladmuziek is een titel vrijwel niet meer te krijgen op het moment. Wat ook wel bijzonder is, denk ik, aan jou als muzikant. Muzikanten zijn vaak volkomen atechnisch, hè? Dus ze beheersen wel dat instrument in meer of mindere mate. Maar als je aan ze vraagt om een snaar opzetten, dat gaat nog net. Maar voor de rest houdt dat een beetje op. Jij hebt altijd toch ook dingen gerepareerd. Je hebt dus ook verstand van techniek of gevoel. Ik ben een handige prutser. Ik probeerde alles open te maken en te kijken hoe het werkte. En als ik dan ook weer goed dicht kreeg en het werkte nog, dan had ik het toch voor. Want eigenlijk doe je dat nog een beetje, hè? Ik werk nu een paar dagen in de week bij een hele grote importeur van muziekinstrumenten. Waar ik dus niks anders doe dan instrumenten repareren. Ja, en je vertelde me onlangs van dan krijg je soms dingen terug
waar niks aan mankeert. En dan kunnen ze een winkel nog ineens repareren. Dat klopt. Een hele hoop winkels, daar staan goede verkopers, maar slechte muzikanten. Ja. En die weten niet dat een bepaald knopje ingedrukt moet worden omdat het anders het instrument niet werkt. Die markt is trouwens ook enorm veranderd. Hè? De invloed van internet heeft natuurlijk denk ik veel invloed op het kopen van instrumenten. Er worden veel instrumenten via internet verkocht. En dat snap ik eigenlijk niet, want iemand die een instrument wil bespelen, die wil toch voelen hoe dat instrument in de hand ligt, hoe het klinkt. Je kunt toch niet iets uit een boekje op internet kopen zonder het gehoord of bespeeld te hebben. Ja. Je vader speelde viool, zei je, maar ik geloof dat je dat niet al te goed vond? Hij kon heel moeilijk wijs houden als hij met radio mee moest fluiten. Uh-huh. Dus het vioolspelen van hem zal toch ook niet zo geweldig geweest zijn. Anderzijds zit er toch iets in de genen, want jouw kleinzoon die is heel actief met muziek, hè? Mijn kleinzoon die zit in musicals. Hij heeft onder andere bij Mary Poppins gezeten en bij Siske de Rat. Die is er ook weer muziek in, dus misschien heeft het de genen toch wel wat meegekregen. En heb je die ook zelf lesgegeven? Nee, ik heb hem een tijdje pianoles gegeven, maar daar is hij mee gestopt. Hij doet dus hoofdzakelijk zingen en dansen. Hij zit in Amsterdam bij Lucia Martas op dansles. Ja. Hij wil daar ook echt zijn beroep van maken? Ja, ja. Op het moment is hij eventjes, omdat hij eigenlijk te groot wordt voor de kinderrollen en nog te klein is voor de grootrollen, heeft hij het even minder. Maar hij blijft dus wel door trainen en lessen krijgen. En ondertussen blijft opa ook muziek maken? Opa blijft muziek maken. Want een van de dingen doen is een soulband. Ja, dat klopt. Dat is, wat voor band is dat? Dat is Funky XL, dus een soulband van 13 man. Mm-hmm. Blazers erbij, twee zanger erbij. En daar speel ik toetsen in. Nou, heel leuk werk. En er zijn geen mensen uit Tiel bij, geloof ik? Er is niemand uit Tiel bij. Die jongens komen uit heel Nederland. Ja, en er is één keer per jaar, dan spelen jullie op een groot feest eigenlijk. Hè? Dat is dan eigenlijk... Wij organiseren één keer per jaar zelf een feest. Ja. Waar dus we iedereen die we kennen uitnodigen. Gewoon om onze fans, vrienden en familie een beetje een leuke avond te bezoeken. En zo moet ik denken dan, Otis Redding. Otis Redding, James Brown, inderdaad, al Aretha Franklin. Heerlijke muziek om te doen, hè? Hele leuke muziek. Wanneer stopt het voor Hans Spies? Waarschijnlijk als ik de kist inga. Ja. Ja. Ik blijf muziek maken, heel leuk vinden. Het is dus altijd ook je hobby geweest. Het is mijn hobby, terwijl nog steeds. Je ook daar je brood in de tijd mee verdient. Ik heb al mijn brood mee verdiend. Die noodzaak heb je nu niet meer? Nee, ik heb gelukkig van mijn hobby mijn werk kunnen maken. Ja. En nou hoef ik niet meer te werken, maar ik hou het nog steeds als hobby. Ik bedank je voor het gesprek. Graag gedaan. En ik hoop dat je nog heel lang muziek mag maken. Ik hoop het ook. Bedankt. Nee.